met elkaar mannen. Maar als hij Filippus en Nathanael aanziet komen, dan stopt hij met praten en hij zegt: kijk, dat is nou een man die altijd eerlijk is. Nathanael kijkt de Heer Jezus aan en hij zegt: hoe weet u dat nou? U kent mij toch helemaal niet? Ik heb mij nog helemaal niet voorgesteld. En dan zegt de Heer Jezus: Nathanael, ik zag jou al onder de vijgenboom zitten. En ik wist wat jij dacht. En ik wist wat je deed. Oh, zegt Nathanael, maar dan bent u echt de redder van de wereld. Dan bent u dus echt de zaligmaker. Ja, Nathanael, dat zeg je nu omdat ik tegen jou zei dat ik jou al onder de boom zag zitten. Maar ik zal je wat zeggen, je zult nog veel grotere dingen, nog veel mooiere dingen van mij zien. En dat is ook echt gebeurd. Nathanael is bij de Heer Jezus gebleven en heeft heel veel gezien en heel veel geleerd van de Heer Jezus. Weet je wat een van die mooie dingen was die Nathanael heeft gezien? De Heer Jezus is gestorven aan het kruis. Niet dat dat nu zo mooi was, maar toen was hij echt de redder van de wereld. Toen was hij echt de zaligmaker. Toen heeft hij de straf gekregen die wij verdiend hadden voor alle verkeerde dingen die wij doen. En de Heer Jezus wilde die straf krijgen voor ons. Daarom is hij de redder van de wereld. En Nathanael heeft ook gezien dat de Heer Jezus weer is opgestaan. En hij heeft ook gezien dat de Heer Jezus weer naar de hemel is gegaan. En daar woont hij nog steeds. Dat lijkt heel ver weg, hè? De hemel, als je kijkt, dan lijkt dat zo ver weg. Maar weet je, de Heer Jezus is juist heel dicht bij ons. Want hij zag Nathanael al zitten onder de boom. En hij ziet jou hier nu ook zitten. Hij weet wat je denkt, wat je doet en wat je voelt. Zo dichtbij is hij. En dat zingen we ook in het themalied, hè? Hij is groter dan groot, dichter dan dichtbij. En hij houdt van jou en mij. Ik denk dat we dat